Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, benadrukt dat bij het vinden van skeletten bepaalde procedures gevolgd dienen te worden. Dit is nodig zodat er geen informatie verloren gaat. Arbeiders van een bouwbedrijf zijn op vrijdag 23 maart tijdens werkzaamheden aan de Limapo-straat gestuit op menselijke resten die onder het trottoir lagen. Het ministerie geeft in een persbericht aan dat de archeologische dienst van het directoraat cultuur via de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname in kennis is gesteld. In het verleden zijn vaker skeletten in de oude binnenstad gevonden, met name aan de Herenstraat. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om in soortgelijke gevallen de politie te informeren, als ook de archeologische dienst, zodat het onderzoek op de juiste wijze kan plaatsvinden. Na het verwijderen van het skelet konden de bouwwerkzaamheden aan de Limapo-straat worden hervat. Het skelet is voor verder onderzoek overgedragen aan de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.